Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Zoals beloofd zouden wij te gast hebben de drie presentatrices van de Ladies Talk Show. Vandaag is het de beurt aan Gretel Petrici. What made is a little Q-Time? Gretel, goeiedag en welkom erbij. Hoe gaat het? Het gaat. Wij kennen je natuurlijk wel vanwege het feit dat je samen met jouw team de productie Ladies Talk Show hebt gemaakt via Supreme. Maar de kijkers kennen je misschien nog niet. Dus mogen we een beetje nader kennis maken met Gretel? Hi iedereen, ik ben Gretel Petrici Blokland. Ik ben 35 jaar jong, moeder van 2 kinderen, gehuwd met Lionel. Ik ben een communicatiespecialist. Ik heb ook een HRM-achtergrond. Ik ben heel jong begonnen met mediawerk. Vanaf 15 jaar dacht ik, deed ik televisie presenteren. Daarna ben ik begonnen met radiopresentaties. Dat heb ik echt jaren gedaan. Ik heb jarenlang gezongen. Ik ben in het jeugdparlement geweest van Suriname. Ik ben heel druk geweest eigenlijk. En ik heb ook een hele tijd Our Voice Suriname, ook een talkshow online gepresenteerd. En ik ben dus nu een van de hostesses van de Ladies Talk Show. Oké, hoe ben je bij Ladies Talk Show beland? Was je ook een van de leden van de Facebookgroep? Ja, ik ben al een tijdje lid van Ladies Talk Suriname. En als beheerder van Team Mama, dat is ook een ander platform, heb ik best wel een goede relatie kunnen opbouwen met de beheerders van Ladies Talk, omdat we dus soms dan projecten samen draaien. En Donna onder andere weet dat ik dus een media achtergrond heb. Dus toen ze startte met de Ladies Talk Show, heeft ze me gevraagd of ik dus interesse heb. En het leek me leuk, dus ik had een tijdje niets gedaan met COVID, etc. Daar was ik heel erg rustig ook. Dus het leek me leuk om weer op die manier bezig te zijn, ook omdat ik ervan hou om dus taboes te bespreken. Ik durf alles te bespreken eigenlijk. En ik vond het interessant, dus daar ben ik ervoor gegaan. Oké. Het is niet de eerste keer dat je voor de camera stond. Nee. Ik denk dat wat dat betreft je de meeste ervaring hebt gehad. Of al wel hebt in jouw backpack. Als je kijkt naar de andere presentatrices. Heb je het ook zo ervaren op de set? Dat er toch wel naar je gekeken werd vanwege jouw media-achtergrond? Ja, dus er was me ook gevraagd om dus de andere hostesses een beetje klaar te stomen. Yeah. Met tips en tricks te geven over hoe je omgaat met presenteren. Maar ook onset heb ik ze altijd aangegeven dat ze een beetje op me kunnen rekenen als een ondersteuning nodig is. Soms zijn ze zenuwachtig of weten ze niet hoe ze iets moeten brengen. En dan geef ik ze dus wat advies over hoe ze iets kunnen opvangen. Yeah. En ik moet wel zeggen, samenwerking tot nu toe is best wel prettig. Ja, oké. Behalve het ondersteunen bij de presentatie, heb je ook nog een andere rol gehad bij de totstandkoming van het programma? Nee hoor, ik heb het verschrikkelijk druk met mijn werk en andere privé-aangelegenheden. Dus ik had geen ruimte echt om op een andere manier een rol te spelen bij de Ladies Talk Show. Ik heb me echt alleen maar... Als host opgesteld. Ja, Ik kom er niet aan toe. Oké, maar ja, je hebt ook nog een ander platform. Dat wil zeggen dat je toch wel op de een of andere manier maatschappelijk betrokken genoeg bent om toch wel op die manier ook te kijken met jouw eigen bril naar de topics die werden besproken. Welke sprak je het meest aan? Ik heb meer gekeken naar waar ik me in terug kon vinden qua ervaringen. Maar natuurlijk, je ervaart ook niet alles in het leven, maar de topics over de andere zijde van de relatie was voor mij toch wel even interessant om aan mee te doen. Over moederschap vond ik interessant. Ik ben moeder en ik ben eigenlijk ook al heel lang ook bezig met heel veel zaken van moederschap aan te pakken op sociaal maatschappelijk gebied. Maar ik kan over alles mee praten hoor. Oké. Welke gast of welke uitspraak is je het meest bijgebleven van alle opnames? ik vond de opname met Omaira Boltersen echt leuk. Ik voelde een beetje een kindred spirit met haar. Ik kon me echt in heel veel dingen terugvinden tijdens de discussies. Maar ook bijvoorbeeld met Maisha Neus.
ik ken Maisha in persoonlijk verband al vanaf jong meisje. En ze had een interessante uitspraak gedaan. Dat was meer naar mij toe gericht op mijn partner. Want ze zei, je man is jouw person. En ik vond het zo'n mooie omschrijving die ze had gegeven van die dimensie van de relatie. Want hij is echt mijn person. En ik had het nu op die manier gezegd. Want je had het over hoe je met elkaar omgaat in relaties en wat je doet als het misgaat, et cetera. En ik vond het echt een mooie ding om te zeggen. Want die man, mijn man is echt mijn person. Mm-hmm. Okay. Ik kan me er wat bij voorstellen dat je man je person is. Maar leg even uit wat je nader ermee bedoelt. Ja, kijk, hij is... Over het algemeen hoor, je hoeft het niet over jouw man te hebben. Maar ik heb het over de betekenis van de uitspraak. Ja, dus hij past bij me. Het lijkt echt alsof hij is gemaakt voor mij. We vullen elkaar best wel mooi aan. En hij is echt de type man die ik nodig heb om voor mijn leven, zeg maar. Toch? Dus hij is echt de juiste, maar hij is echt mijn person. Dus ik vond het echt een gepaste uitspraak. Eigenlijk is het meer een gevoelsmatige uitspraak dan dat je echt kan uitleggen wat het precies allemaal omvat. Toch? Ja. Oké. Denk je dat Ladies Talk Show een grote behoefte vervult bij jonge vrouwen in Suriname? Ja, ik merk het online eigenlijk al dat er behoefte is om te praten over een heleboel dingen. Ook zowel in Team Mama als in Ladies Talk zijn er echt bepaalde topics die gewoon altijd echt wat issues zijn, die heel veel reacties krijgen en die soms zelfs buiten de groep ook viraal gaan. Het zijn dingen die ons allemaal, het zijn zaken die eigenlijk heel veel mensen raken. En je ziet dat veel mensen met het idee zitten dat zij het aan hen meemaken. Toch? En door met anderen erover te praten, dan ben je sowieso al prettiger als persoon. We zijn als mens best wel heel kritisch naar onszelf toe. En we denken dat wij dus bijvoorbeeld degene zijn die fout zijn, die dingen niet goed aanpakken. Maar soms weten we ook gewoon niet hoe we dingen moeten aanpakken. En doordat je ziet dat anderen erover durven te praten, dan kan dan voor jou dan ook eigenlijk het idee ontstaan dat jij ook erover moet kunnen praten. Soms, en eigenlijk vaak genoeg, kunnen we problemen oplossen, kunnen we issues van meer zitten oplossen, als we durven erover te praten met tenminste één persoon. Mm-hmm. Toch? En doordat wij durven erover te praten, hopen we dus voor mensen die drempel ook te verlagen, zodat zij dan ook zaken bespreekbaar gaan maken en op die manier hulp kunnen vinden. Ja, oké. Daar denk je dus dat je wel een bijdrage kan leveren in het groter geheel. Ja, ik maak me daar altijd al jaren heel sterk voor. Ik praat echt over alles. Oké. Wat heb jij persoonlijk geleerd uit die ervaring van de opname? Nou, ik ben wel iemand, ik kan met een ieder werken. Ik hou niet van drama. En als er drama is, ga ik altijd proberen om dat te diffuseren. Ik hou ervan om nieuwe mensen te ontmoeten. En het is altijd, ik vind het leuk om te leren over hoe andere mensen denken over zaken. Want soms heb ik bijvoorbeeld bepaalde iets niet eens op die manier bekeken. En als iemand anders die opmerking maar denk van, werkelijk. Weet je, maar het is, kijk, talkshows doen is voor mij niet nieuw. Dus de talkshow zelf was geen nieuwe ervaring, maar ik was gewoon weer met nieuwe mensen werken en nieuwe mensen leren kennen. En gewoon echt zien hoe een idee iets moois kan worden, iets groots kan worden. Oké, belangrijk. Oké, ben je er ook bij seizoen 2? Want ik heb van Sharine begrepen dat er wel een seizoen 2 komt. Ja, dus we hebben een evaluatie gehad niet zo lang terug. En er zijn dus een aantal zaken besproken die we toch wel anders zouden willen zien. Ja. Of anders aangepakt zouden willen zien. Ik ben wel positief. Ik ben wel bereid met een tweede seizoen door te gaan. Maar ik zou toch wel hebben dat we dus die zaken die besproken zijn bij de evaluatie wel eerst oppakken. Mm-hmm. Dan denk ik dat alles ook veel beter gaat verlopen. Ja, het was de eerste keer voor de dames van de Ladies Talk, van Ladies Talk zelf, van Donna en Eileen, om een talkshow te draaien. En ik vind dat ze echt hun best hebben gedaan. Mm-hmm. Voor mensen die zero kennis hebben hierover. En natuurlijk, als je iets voor het eerst doet, ga je fouten maken. Ja. Toch, maar ze hebben alles gegeven wat ze hadden en nu leren ze uit onze ervaring en vanuit ons perspectief wat wij anders zouden willen zien. Dus als ze dat alles meenemen, denk ik dat seizoen 2 veel beter gaat zijn. Oké, goed. Dankjewel Gretel voor tijd vrijmaken uit je drukke schema. Heel erg veel succes ermee en we zien je dan terug in seizoen 2 over enige tijd. Maar voorlopig mogen mensen nog van je genieten tijdens seizoen 1. Definitely, dankjewel voor de tijd. Is goed. Thank you. Bye.
What we need is a little Q-time. Dat was het gesprek met Gretel Patricie Blokland. Zij is ook een van de dames die de Ladies Talk Show presenteert. Dat is de nieuwe productie die op Supreme TV wordt afgedraaid. Hopelijk kunt u er ook van genieten. Tot de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.